Nou vind ik deze wel veel beter dan natuurlijk Formule X. Wauw. Welkom, dames en heren, bij de grootste YouTube-serie die ik ooit heb gemaakt. Oh, wacht. Misschien klopt dat niet helemaal, want ik heb natuurlijk ook Planet Coaster, die ik al zo lang speel. Meer dan 275 afleveringen. En ja, ook nog van die losse projecten, maar ja, ik weet ook niet hoeveel. Maar goed, No Limits is wel een van de grootste. Laten we het gewoon een van de grootste noemen dan. Leuk en tof dat jullie kijken. We gaan natuurlijk weer een project beoordelen en bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. En het allereerste mailtje die komt van PM Printing. Oftewel Coaster Wiz. Hij zegt, hallo mensen van het goede leven. En natuurlijk ook Vincent. Ik heb weer een achtbaan gemaakt in het inmiddels befaamde No Limits 2. Het is een kiddie coaster die niet al te snel gaat. Ik heb een classic steel looping coaster gebruikt waarbij ik de looping box over de hele baan heb gebruikt. Daardoor lijkt het een beetje op een Rocky Mountain Construction T-Rex coaster. Dat is een hele mond vol. Leuk toch? Dit is ook de eerste achtbaan waar ik actief met de scenery bezig ben geweest. Ik heb watertjes, plantjes, steentjes en ook boompjes toegevoegd. Er wordt ook gewerkt aan een junior boomerang coaster. Heb je daar nog ideetjes voor? Ik zal deze mail snel afronden, want ik zie dat ik inmiddels wel een beetje zat ben. Overigens, hoe bak je cyberbrood? Antwoord met e-mail. Daar gaan we in Forest Exploration. Dat ziet er al heel leuk uit, een heuveltje. En ik kan nog niet echt de hele achtbaan zien. Wel een tunneltje daar. En daar komen we dan dadelijk wel terecht. We gaan naar beneden met een snelheid van 40 kilometer. Je moet ook niet sneller verwachten bij een junior achtbaan. Kijk eens, mooie bochtjes ook. We gaan lekker door die plantjes heen. Het lijkt een beetje een jungle. En we komen in het eerste tunneltje eigenlijk in een berg terecht. Heel schattig gedaan dit. En ook nog best wel een lange layout. Vaak zijn die kinderachtbaantjes heel klein, maar deze blijft gewoon doorgaan. Kijk eens even. Maar ik denk dat we nu wel een van de laatste bochtjes krijgen. Oh, jeetje, het gaat nog helemaal door. Wat grappig, joh. Dit is echt een leuk baantje. Alleen, wat ik nu wel bedenk, ik kan deze achtbaan herinneren met iets. Of ik heb hem eerder gedaan. Ik zou het niet weten. En anders excuus. Maar maak het uit. Ik vond het een leuk baantje. En nog twee rondjes ook. Nou, laten we ook een tweede rondje doen. Maar ik vind het een goed baantje. Mooie decoratie. En zoals ik al zei, twee rondjes voor zo'n lange baan is natuurlijk wel heel tof. Alleen voor de mensen minder tof, die staan te wachten in de wachtrij. En vooral natuurlijk kinderen, want kinderen kunnen soms heel ongeduldig zijn. Daarom is het voor ouders ook best wel een grote taak om dus met kinderen te wachten voor Symbolica. Of een andere attractie waar ze lang voor moeten wachten. Ik heb ook wel eens gehoord dat er voor de Carnival Festival meer dan een uur wachtrij staat. Nou, op zich is die wachtrij helemaal niet slecht. Je hoort ook leuke muziek en het ziet er ook leuk aangekleed uit natuurlijk. Dat is wel een voordeel. Maar ja, het is gewoon voor kinderen wat lastiger. Die hebben gewoon minder geduld dan volwassenen. Nou ja, nu wil ik niet zeggen dat volwassenen altijd geduld hebben. Want ik sta soms ook een beetje van, jongens, schiet nou eens op en loop nou eens door. Kom op man, ik wil in die attractie. Maar ja, je moet geduld hebben is een schone zaak. Zo moeten we dat maar noemen natuurlijk. Ik ga uitstappen en dit project geven wij dan ook. Even uitzoomen. Ja, ik geef toch maar 5 tonnetjes. Ik vind het gewoon super mooi gedaan. Klasse. En we gaan door met de volgende achtbaan. En deze jongen heeft ook nog, zeg maar, meer achtbanen opgestuurd. Dat stond er blijkbaar onder bij het mailtje. Hoi Vincent, ik stond weer te springen toen ik jou een e-mail schreef. Alleen kwam ik erachter dat de derde verdieping niet hoog genoeg was. Ik weet niet waar je het over hebt, maar we gaan door. Sorry, ik moest die grap even maken. Het is veel te vroeg voor dit. Het is veel te vroeg. Nou, dan maar die achtbanen. Een houten en een stalen achtbaan. Staal is een junior boomerang. Groetjes van Coaster Wiz. Nou, bedankt voor je mail. En ja, die grapjes mag je heus wel maken hoor. Tuurlijk mag je dat doen. We hebben hier een boomerang. En ik geloof dat die boomerang een junior boomerang is. Dus misschien kan je hem een beetje vergelijken met die vorige achtbaan. Hij heeft wel dezelfde kleuren, ook weer dat groene. Daar gaan we naar beneden met een snelheid van maar liefst 54 km per uur. En ik hou wel van die junior coasters. Ik vind ze altijd compact. Ik vind ze altijd leuk. En ze hebben vaak wel een hele toffe layout. Niet heel spannend natuurlijk. Maar je kan hem vaak wel heel mooi aankleden met een thema. Of natuurlijk gewoon dik in de natuur. In de natuur, natuurlijk. Gaan we in de natuur bouwen, natuurlijk. Kijk, en hier nog wat rotsen. Misschien had je nog een fonteintje in het midden kunnen plaatsen. He, net om het even wat af te maken met de interactie om je heen. Dan gaan we hier naar boven. En dan worden we, als het goed is, losgelaten. Want we moeten natuurlijk weer helemaal terug naar het station toe. Komen we weer langs die vijver met die rotsen.
En dan komen we dadelijk langs het tweede vijvertje. En hopelijk halen we dit allemaal, want hij gaat minder hard dan in het begin, voor mijn gevoel. Maar het gaat volgens mij wel goed komen. Ja, kijk, genoeg vaart. Gaan we door het tunneltje. En als het goed is, dan komen we binnen enkele ogenblikjes. Nou, dat ging maar net. Dat laatste heuveltje haalt hij, maar we hebben het gehaald en dat is positief. Ja, wat moet ik hiervoor geven? Ik denk toch maar 4 tonnetjes. Ik ben minder fan van deze dan die vorige. Maar 4 tonnetjes is ook zeker niet slecht. Bedankt, we gaan door met jouw volgende achtbaan. Dit is de Woodburner, een houten achtbaan. En even kijken naar de layout, want volgens mij lijkt het een beetje op een RMC. Vraag me niet waarom, maar zo'n gevoel heb ik door gewoon de speelsheid in de baan. Maar we gaan het meemaken. Met een snelheid van misschien wel halen we de 80. Ik weet het niet, we gaan het zien. Hoppakee, oeh, 62 kilometer, niet heel hard. Wel heel gaaf dat hij helemaal ook de achter nog doorgaat, zeg maar. En misschien halen we ook wel de 80, wie weet. Kijk eens even. Nee, die 80 gaan we zeker niet halen. Nou. Oh, kijk eens even. 90 kilometer, dat is een verrassing. Hij heeft hem op een berg gebouwd, volgens mij. En daardoor zag je niet dat hij nog zo'n end naar beneden ging. Daarom had ik zoiets van, nou, nu gaat hij het niet halen, maar... Ja, dit is toch wel een verrassing in de achtbaan. Heerlijk. Wauw, ik hou er wel van. Niet heel veel aankleding. Maar op zich is dat niet zo'n ramp of zo. En dan komen we aan bij het einde. Gaat hij dat halen? Oeh, kom op, kop. Net hoor. Zo, goed dat die wielen daar zitten. Ja, ik vind hem leuk. Maar ja, ik ga hem toch 4 tonnetjes geven, omdat er dus niet heel veel teaming bij zat. Maar hij was op zich leuk. Ja, we gaan door met de volgende achtbaan. Ja, we maken een beetje tempo. Ik ga toch maar even naar het volgende mailtje. En waarom? Omdat ik wil dat er meer mensen gewoon in deze serie voorbij komen. Ja, dus iedereen heeft een kans nodig, vind ik. En als iemand dan heel veel achtbanen opstuurt, ja, dan kies ik gewoon een aantal daarvan uit. Want als ik ze allemaal ga doen, dat is ook niet eerlijk voor de rest. We gaan door met Koen. En Koen zegt, hey beste Vincent, hier bij mijn tweede achtbaan in No Limits 2. Ik heb wat geprobeerd te rommelen met de omgeving en de custom supports. Hopelijk is het gelukt. De naam is de Cyclops. Een type is een X-car. Bouwer is Maurer Sonne. En de hoogte is 21,5 meter en de snelheid mag ik zelf gaan raden met een vriendelijke groeten van dan ook Koen. Je ziet het staan, hè, Koentje. Nou, Koen, bedankt voor het opsturen. We gaan eens even kijken wat je ervan gemaakt hebt. Dit is ook leuk gedaan. Kijk dan, je hebt hekjes geplaatst en gewoon wat natuur met rotsen. En hier is dan de achtbaan, maar dit is volgens mij de uitgang. Dus ik moet even omlopen, want misschien is daar wel de ingang te vinden. Dit heb je heel mooi in elkaar gezet. En dit ook voor zijn tweede achtbaan die hij ooit heeft gemaakt in No Limits 2. Ik vind dat echt belachelijk knap. Echt heel tof. Als je dit al allemaal kan neerzetten qua hekjes, dat kan ik nog niet eens. En je maakt gewoon een parkje. Hier heb je ook een vijvertje gemaakt. Ik vind de aankleding al fantastisch. En ga je dit nou menen? Heb ik nou serieus gewoon een rondje gelopen? Dat maakt in principe niet heel erg uit, want het was wel mooi om even een rondje te lopen, maar... Hier is blijkbaar de ingang. Heb ik dit serieus geskipt? Ik heb dit helemaal niet gezien, joh. Nou ja, goed. We vliegen erin, patat. En we gaan hier naar de attractie, naar de achtbaan. Laten we ook gelijk gaan instappen. Dit ziet er heel mooi uit. Gewoon die ondergrond. Ik hou hiervan. Echt waar. De Cyclops. En wordt ook gelijk de laatste achtbaan voor deze aflevering. Maar treur niet. Want we gaan natuurlijk gewoon door met deze serie. En er staan nog ongeveer 77 mailtjes te wachten met achtbanen. Dus... Ja, ik kan nog behoorlijk wat afleveringen schieten. Dat komt allemaal wel goed. Ik ben nooit bang dat ik te weinig achtbanen heb. Ik ben trouwens de snelheid vergeten. Ik zit zo eigenlijk gewoon heerlijk te genieten en te kletsen met jullie. Ik ben het gewoon helemaal vergeten, sorry. Maar dit is zeker een mooi project. Dat kon je eigenlijk al vanaf het begin zien. Eigenlijk vanaf de buitenkant al. Heel vet. Een soepele layout. Heel compact gemaakt ook. Haalt hij dat allemaal? Hij haalt het zeker. Hij haalt natuurlijk geen topsnelheid, maar... Perfect voor deze achtbaan. Wat een. Het lijkt een beetje op een soort Formule X, maar dan een soort andere variant. Nou vind ik deze wel veel beter dan natuurlijk Formule X. Wauw. Prachtig. Heel goed gedaan. Ik geef deze gewoon 5 tonnetjes. Gefeliciteerd. Nou, dit was de aflevering voor vandaag. Laat natuurlijk even een duimpje achter. En volgende keer zijn we terug met natuurlijk weer een No Limits aflevering. Doei doeg. Voordat we definitief gaan afsluiten met deze aflevering wil ik nog even wat melden aan jullie. Heb alsjeblieft geduld. Niet dat jullie lopen te klagen of zo van wanneer komt mijn achtbaan, maar ja, voor het geval dat dat gebeurt, heb gewoon geduld. Ik ben momenteel bij oktober, eind oktober. Dus heb je je achtbaan opgestuurd in januari, moet je gewoon eventjes geduld hebben. Maar ik kan wel beloven dat ik gewoon alle projecten doe.
Er zullen af en toe wat overgeslagen worden, omdat soms mensen te veel achtbanen sturen in één mailtje. Ik vind dat dus, wat ik al zeg, een beetje oneerlijk tegenover de rest. Dus als je een achtbaan opstuurt, stuur er dan minimaal eentje en maximaal misschien twee, maar niet meer dan dat. Ik vind dat wel eerlijk voor de andere mensen. En wacht dan gewoon even 2 weekjes en stuur dan gewoon nog een mailtje met je overige projecten. Dat is, dat is wel zo eerlijk, denk ik. Dus knop dat even in je achterhoofd, mocht je achtbaan opsturen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken en natuurlijk ook voor de mensen die de achtbaan opsturen. En nu gaan we echt afsluiten. Doei doei!